Yo, zijn we weer. Yo, 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 yo. Even kijken hoor. Niks staat aan verder. Nee, nee, nee. Cool. Dus reclame en dan komt ie. Hallo. Zo, dit is mijn team trouwens. Ga ik of zo een reepje eten erbij. Kom maar aan, volgens mij kun je door de deur open. Nee, die kun je niet open. In ieder geval is het fucking warm houden. Het is 22 graden of zo, maar ja. We moeten spelen, anders gaan we niet halen. Ik ga ook even snel Insta-storytje opnemen. Even snel een linkje pakken. Dan gaan we knallen. Knallen met die ballen. Ik moet ook even Tito aanpassen. Yes, dames en heren, we zijn weer live. 10 tot 15 potten. Dus 5 potten PlayStation, 5 potten Xbox. Gaan we knallen. Swipe op als je mee wilt checken. In ieder geval is het lekker weer buiten. Het is ook fucking warm hier weer. Normaal gaan ze nog knallen. Dus we gaan lekker knallen, 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 knallen. Let's go, swipe up. Okay, yes, top. Dames en heren, we zijn weer live. 10 tot 15 potten. Dus 5 potten PlayStation, 5 potten Xbox. Gaan we knallen, swipe op als je mee wilt checken. In ieder geval is het lekker weer buiten. Het is ook fucking warm hier binnen. Maar we gaan ze nog knallen. Dus we gaan lekker knallen, 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 knallen. Let's go, swipe up. Yes, dan. We liepen een beetje vast. Mooi. Cringe. Een beetje wel, hè. Oh. Ik ga nog even eten, hoor. En dit is mijn PS4 man. Mijn Xbox team is wel veel minder, man. Echt veel minder. Zou ziek zijn, Stuin. Top 100. Nou, als ik top 100 haal en ik pak wat lekkers, denk ik dat ik een prime moment geld ga halen. Yo, hopper! Dat is goed, jongen. Nou, ik vind... Mandy, hoe je loopt, vind ik niet fijn, man. De dekking vind ik niet fijn. De dekking is ook maar 84. Tel eens, de dekking is 92. En dan plus 7. Cancelo is 95. Yo, vis! Hoe is het, jongen? Nou, dat is niet redelijk, man. Allemaal niet redelijk. Trouwens, hoe makkelijk ik die challenge ga doen, hè? Tik deze challenge. Ik
Deze eerste eigenaar wint 4 Division Rivals Rewards. Met 9 niet op de transfermarkt gekocht als speler van je Jumbo zelfs als spelerpakket. Nou. Kijk naar het team. Dit, een tradable. Niet verhandelbaar, dus niet op de transfermarkt gekocht. Een tradable. Een tradable. Een tradable. Een tradable. Een tradable. Oudbak is ook tradable. Dan heb ik nog Messi, Cruyff en dit allemaal. Mendy die op de rechtsback kan. Marquinhos die CV kan. Hoe makkelijk ik die ga doen nou, hoor. Volgens mij heb ik het beste in tradable team hebben. Fucking ziek. Goedemiddag, ref. Dat is goed, jongen. Yo, Teddy. Honingdropje. Honneponnetje. Zoetzuurtje van me. Ook weer snel plassen, man. Ik heb echt nodig. Nou, ga eerst even de titel aanpassen. Ja, dit is een Teddy. Let's go. Lekker knallen. Lekker knallen met die ballen. Is die kan met Champions? Ja toch? Ja, cool. Ah! Ik heb nog geen partner kan tegenspeeld trouwens. Eerste pot van de dag, altijd wat moeizamer dan normaal. Holy fuck. Oh shit. Jongens, na het potje moet ik heel eventjes offline en moet ik opnieuw online. Ik moet even wat veranderen. Iets gaat niet goed namelijk. Je staat niet goed. Oh, 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 fuck. Ja, dan let je niet op en sta je erachter. Dat is altijd een rip. Oh, ik kopte hem over, what the fuck. Oh, ik moet dit potje moet echt snel voorbij zijn, man, want ik moet echt heel snel wat veranderen. Iets gaat niet helemaal goed.
Hij komt niet eens omhoog, die bal. What the fuck? Voor mij. Ik wist dat deze keeper ging bewegen, vandaar korte hoek. Waarom die niet naar Ronaldo is, dat is echt een raadsel. Ah, lekker. Ah, fuck man. Ik heb stress. Ik snap ook niet waarom hij het niet pakt. Alles is veranderd. Ja. Oké, okay, wacht. Ik zal het zo uitleggen, want ik moet deze stream waarschijnlijk toch verwijderen. Oké. Okay. Kijk, zeg maar, ik ben momenteel ben ik partner met Twitch. En als ik zeg maar niet op Twitch tegelijk stream, op YouTube en Twitch overtreed ik een regel. Dus daarom maak ik het, zeg maar, mijn wachtwoord. Ik verander, zeg maar, om de zoveel tijd verander ik altijd al mijn wachtwoorden. En ik heb mijn wachtwoord veranderd. En blijkbaar is de key om te streamen op beide is ook veranderd. Dus die van Twitch is veranderd nu. Dus dat is nu het probleem. Daarom stream ik nu maar op 1. Dus nu toe ben ik alleen live op YouTube. Dus dat is de issue nu. Dus zometeen als deze pot klaar is, ben ik heel snel offline. En daarna ben ik meteen weer online. Ik moet even snel de keys veranderen. In OBS. Dus de streamprogramma. Zodat ik weer op beide live ben. Oh. Dus snap je? Dus dat is nu de issue. Dus ik heb een beetje stress nu. En ik hoop dat het heel snel voorbij is. Deze game, in ieder geval. Dat ik het snel kan regelen, weet je. Dan heb je ook meer rust in je lichaam en dan speel je ook wat makkelijker. Nu speel ik echt gestrest, ouwe. Ik heb echt geen idee. Lol, unlucky. De PS4 of Xbox PS4. Dus ik speel heel snel deze game uit en dan ben ik heel eventjes offline voor de mensen die net binnenkomen. Hij moet terug. Nou, toch deed hij dat niet. Mijn poppetje. Mooi. Dus ik hoop dat deze heel snel leaked eigenlijk. Hij was het niet van plan zo te zien. Ja. Ik zie een start komen. Ik durf nog niet die bal uit te schieten. Als ik die bal vaak uitschiet, dan is het een soort van disrespect voor de tegenstander, denk ik altijd. 4-1? Nee. Dus ik hoop dat hij nu de bal kwijtraakt. En dan de bal uitvliegt per ongeluk, weet je wel, of zo op deze manier. Dat hij dan denkt, oh, ik vind het wel mooi geweest. Oh! Servers zijn wel echt traag vandaag, inderdaad. Kom maar, ja, lekker.
Oké, hopen dat hij weggaat. Alsjeblieft. Ja, top. Oké, jongens en meisjes, ik ben heel eventjes offline. Ik ben even snel wat keys veranderen, wat codes veranderen en ben ik weer terug online. Het duurt echt max 10 minuten, dus hopelijk tot zo. Yes, ben ik weer. Dat was het. Dat was echt heel snel. Hij moest opnieuw connecten, zeg maar. Met mijn Twitch. En dat gebeurde niet uit zichzelf. Dus blijkbaar moest ik dat handmatig doen. Dus ik moet even kijken of het potje op mijn kanaal komt of niet. Anders moet ik het potje verwijderen. Dan staat er maar één potje niet op YouTube. Nou, dat is niet een big deal, denk ik. Ik neem toch aan dat niet iedereen de hele stream terugkijkt, dus in ieder geval, we zijn terug. En ik moet ook nog een Nightbot even aanzetten. Trouwens, als het goed is, kunnen de mods, die kunnen comments maken. Wacht, ik moet eerst even een Nightbot dan instellen. Nee, dat wil ik niet, joint channel. Ja, close. Nou, hebben ze nou join the channel. Top. Dus, voor de duidelijkheid. De mods kunnen comments maken. Dat houdt in dat ze bijvoorbeeld als iemand uitroepteken WO klikt. Weekend League, dan zien ze de record wat ik heb staan. Het zou tof zijn als de mods dat zouden willen doen. Voor het geval dat iemand het vraagt en niet ziet wat er staat. Dat is misschien makkelijker. Dus op die fiets. Als het goed is. Ja, dankjewel Manuel. Dus op die fiets. Wow, wat een stress houden. Even 2 seconden bijkomen. In ieder geval, sowieso bedankt voor 100 man die niet meteen zijn weggegaan. Super chill. Is 11 nou inderdaad, Manuel. Maar ja, weet je, dan mag je ook onder 2-3 potten mag je het aanpassen. Geen probleem mee. Oh, blij ouwe. Lukt hem nog. En 1-0 achter en nog gewonnen. Plus met heel veel stress. Holy fuck. Yo, Julian, is goed jongen. De chat gooit op alleen mods. Ik heb helemaal nooit gezegd dat ik de chat helemaal op alleen mods ga gooien. Dat heb ik niet gezegd. Ik zei alleen, ze kunnen comments aanmaken. Dat zou chill zijn. Ik zei niet, ik ga de chat alleen op mods gooien. Zwolle natuurlijk! Alright, cool. Ik heb echt een baard, ouwe. Ja, een baard. Moet me scheren. Nee, maar is echt fucking hard, gauw. Echt fucking hard. Oké, cool. Even checken, dan gaan we verder. Dinnen, chicken dinnen. Deze moet weg. Cool, we gaan zoeken, man. We hebben een game. Op naar 30-0, ik hoop het man. Zou chill zijn. Holy fuck. Als ze niet halen, is ook een man overboord. Ik hoop
Koop sowieso op top 100. Nonetheless Elite 1. Sowieso één van de twee ook top 100. Xbox of PlayStation. Gewoon om te kijken wat we kunnen krijgen, zeg maar. Het is zo'n Ultimate Pack. Ik word echt dik. Alright, cool. Kan iemand mij laten weten als die video online is dat ik net live was? Zou ook chill zijn. Als iemand dat toevallig ziet, kan ik hem even snel weghalen. Wow, lijpe druk zet deze man. En 1 achter. Oh nee, hij miste hem, gelukkig. Oh kut, dat is naar Raoul. Of Figo, oh Figo. Figo kan niet koppen. Ik miste Kate Dilo op 14-0. Holy shit, heb je wel gewonnen? Hij is volgens mij League aangewonnen, toch? Kate Dilo. Oh nee, Maestro had via League aangewonnen. Schmeichel is trouwens echt een goede keeper, man. Alright. Dat was trouwens niet op Ronaldo, was op Mbappé bedoeld. Maar omdat ze ver is, snap ik best dat hij niet helemaal goed pakt. Oh. Lekker. Ah, ik ging net de andere kant op, wou ik doen, maar dat duurt altijd eventjes, hè? Zit altijd een seconde tussen of zo. Unlucky. Ronaldinho sterker dan Vieira. Oké. Okay. Oké, ik mag bang wezen. Ah, dat niet. Oeh. Oh! Nou, eerste ook als je dat wil. Oh, prima. Hij was echt helemaal voor en dan gaan we gewoon niet op de tweede paal. Kijk, nu pak ik verdedig uit, maar ja. Ziek hoor. Dat is echt ziek trouwens. Ja, hij schiet niet. Dat was een geplaatst schot en dan ging hij van die rare acties maken. Nee, nee. Unlucky. Yo, Deon Sparta, is goed. Ah, de 300 kijkers zijn weer terug ook. Ziek hoor. Ik denk dat jullie weer terugkomen trouwens. Nu hebben we geen 6 meer. Nu blijven we live. Dus hij... Ja, een disconnect krijg of zo, dan ben ik offline, maar... Oeh, lucky. Maar wel een Janu. Mooi. Die
De Janno werd mede mogelijk gemaakt door Tony Kok. Hey! Ja. Ik ging wat doen, maar ik weet niet meer wat. Hopper, hoeveel ga jij? Of heb je trouwens liever als ik Mark zeg? Mark heet je toch? Tau fun, aanraden, zeker. Ik vind hem echt fijn. Ik ging wat checken. Ik weet niet wat ik ging checken. Soms heb je dat, hè? Dan heb je iets in je hoofd zitten en denk je, dat ga ik even doen zo meteen als ik klaar ben. Maar ik weet niet meer wat. Oh, Hopper of Mark, maakt niet uit. Ah, cool. Noem ik je Hopper, vind ik leuk. Even kijken. Chris is 9,8 miljoen? Nee, man. Never. Never 9,8. Ik weet wel, het Neymar is gestegen omdat hij niet in de beste ding zit. Holy fuck, je hebt helemaal gelijk, ouwe. Hij is gewoon ruim een mil omhoog gegaan. 1,8 is hij omhoog gegaan. What the fuck? Hij gaat straks een crash kijken, sowieso. Kijk, dit zijn van die mensen die... Die willen hem gewoon niet verkopen, maar zetten hem wel op. Snap je? Niemand die opeens per ongeluk 13,5 miljoen gaat bieden. Nou. In ieder geval 6,8 is hij nu. Ziek hoor. Taufe. Taufe. Ik weet niet meer wat ik wil doen, maar in ieder geval. Kijken. We gaan verder. Cool, we gaan zoeken. Oh ja, ik weet het wat ik wil doen. Holy fuck. Tiki-taka boom. Holy fuck, wat een team. In ieder geval. Gameboy, gewoon je, Ramen, Seppe, Kappa en Marcus. Thanks voor de subbies. Dat wil ik doen. Ik wil de subbies oplezen. Iedereen heeft een lijp team tegenwoordig, man. Dat is echt ziek. Tiki-taka boom. Zo, hij had wel van trucjes deze man. Jezus. Wat een kick-off zeg. Die kon niet echt heel goed uitvoeren, die kick-off. Die kon echt niks doen. Ja, ik kan hem alleen rossen. Nee, was op Sierra. Wat een moeilijk potje trouwens dit. Als dat zo kan pakken. Oh, wat ik kop een verre hoek, hè? Ik kop een verre hoek. Oh, dank je. Maar nog, ik kop een verre hoek. What the fuck? Geen pannenkoek zou die kort koppen, tenzij je ziet dat hij je keeper beweegt, maar ik zag dat hij niet zou bewegen. Maar liever niet dat hij alsnog geeft, dame. Maar alsnog, het slaat nergens op. Is het een buitenspel?
Nee, ah, ik had, ja, ik deed het te scherp naar binnen. Fuck. Nou. Oh, komt er van de lijn. Het is aardig gevaarlijk met die pazen, gek. Holy fuck. Hij ligt helemaal open achterin. Ah! Ja, oké, cool. Het is echt moeilijk, man. Het is zeg maar, één moment voel ik zeg maar delay of zo. Volgende moment is het weg. Dus ik weet niet hoe ik het moet anticiperen hierop. Plus hij zit best wel goed druk. Het is best wel compact. Bam! Hier, Neymar die kan springen, gap. Neymar die kan springen. Dat is echt ziek, ouwe. Neymar die kan springen. Heel open pijn. Is goed, jongen. Oh, is PS4 op Xbox. Dit is PlayStation. Ja, lekker, Tony. Ja, pff. Nog wel. Ik stress hem echt als een gek, ouwe. Ik ga niet liegen, man. Yo, Dano. Yo, Joris. Dat is goed, jongens. Ik heb echt een ziek team. Ja, maar ik mag echt niet klagen, ouwe. Ik mag... Luister, zonder die packluck had ik het team nooit gehad wat ik nu heb, hè. Ik heb echt gewoon, zoals ze dit noemen ze een event team. Evenement team, omdat je dit soort teams gebruikt meestal op evenementen. Zo goed is het. Buiten die prime moment icons om dan, hè. Maar hier droomt elke FIFA speler van, om met zo'n team te spelen. Daarom heb ik ook gewoon nog steeds zoveel plezier in FIFA, man. Weet je, ik heb dit nog geen 1 jaar gehad, volgens mij, dat ik met zo'n team mag spelen, man. Nou, vind ik het ook zo leuk. Maar ik vind het ook leuk om met minder team te spelen. Maar alleen, ik vind het ook super leuk om met echt een heel goed team te spelen. Cool, man. Ik had hem beter verwacht, want hij stond echt super goed. Of zijn tactieken zijn super goed. Yo, Ole Tonnes, alles goed, jongen. De Wikileaks bepaalt het niet veel. Dennis, kijk. Mensen met... Oké, ik ga... Ik wil niemand aanvallen, maar het is echt zo. Als jij met een slechte team speelt, ben je altijd gemotiveerd tegen een beter team. Dus iedereen is super gemotiveerd om tegen mij te spelen. Niet om mijn naam, maar puur om mijn team. Want iedereen gaat natuurlijk extra tryharden, want iedereen wil natuurlijk zeggen, wow, ik heb dat team verslagen. Kijk, ik heb het zelf ook op de Xbox, weet je wel. Dus ik, ja, het is gewoon zo. Op de Xbox denk ik, als ik tegen een supergoed team kom, denk ik ook altijd van... Wow, man, van dat team moet ik echt winnen. Dat zou echt dik zijn met het team wat ik heb. Dus dan ga ik extra tryharden. Dus het is niet zozeer makkelijker met een beter team. Kijk, afmaken is echt makkelijker. En het gaat ook allemaal makkelijker draaien en spelen, et cetera. Natuurlijk heb je met een pay-to-win team voordeel. Maar ja, mensen tryharden nog meer tegen een goed team. Dat is gewoon een feit. Dus het blijft even... Nou, ik wil niet zeggen het is even moeilijk, maar het blijft lastig. Laat ik zo zeggen, het blijft lastig. Ik ga even snel wat water pakken. Camera settings is... kan iemand daar ook een comment van maken? Dat zou top zijn, man. Ik weet niet of er nog iemand aanwezig is die ook nog comments kan maken. In ieder geval Nightbot is aanwezig, dus als je weet hoe je comments moet maken, laat me weten. Of nou ja, maak een comment aan en dan zet je camera settings erin zet. Camera settings is televisie uitzending in het Engels telebroadcast. Ik pak even snel wat water.
Thanks voor de comments aanmaken, jongens. Helpt heel veel. Weet je wel, dus als nu iemand vraagt om een camera, weet je wel, typ dan gewoon uitroepteken dan camera. Dan staat het er meteen, dat is fucking chill. Weet je, anders moet ik echt constant dezelfde vragen beantwoorden, weet je. Dat is ook niet leuk om te horen voor jullie, denk ik. In ieder geval, Manuel Vossen belt en Body Rijter, thanks voor de subbies. We hebben al bijna 41.400, man. Gaat fucking snel. We zien jou niet als P2Win, man. Nou ja, ik heb wel gewoon een P2Win team. Of bedoel je dat anders? Of snap ik het verkeerd? Of is het sarcastisch, kan ook. Ik moet even snel op iets wachten. Kijk of deze erop staat inmiddels. Nee, die nog niet. Jasper Forten, Bos, thanks voor je subby. Zijn er nog iets? Nee. Kijken. Ja, ik moet even. Wat is dit? Oké. Kijken. Cool. 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 Oké. We gaan nog twee doen op de PlayStation en dan gaan we door naar de Xbox. We gaan daar ook wel even 5 knallen. Misschien wel wat iets meer op de Xbox. Ik voel me goed nu toe. Veel energie. Het team waar ik tegenkom is niet leuk. Echt heel lijp. Dat is ziek zeg. 2 op een rij monsters. Yo Afif, how are you? Nice that you came back after yesterday. Dus voor de duidelijkheid, ik praat soms Engels. Soms heb ik Engelse kijkers op Twitch. Dus dan weet je dat. En ik zal ook nog even voor Afif vertalen. Afif, I'm also live on YouTube when I'm talking Dutch. This to the viewers on YouTube, that's why. So you know. Dat is goed! Hij komt er niet binnen! Dat is jammer! Alles wel goed. Alles niet groen getuind. Sterk. Slechte bal. Slechte bal. Hele slechte. Hele slechte aanname. Hoe kun je zo'n aanname hebben? Best wel? Nee. Jawel. Er zit echt veel delay man op PS4. Ik denk dat ik misschien zou switchen naar Xbox. Naar deze game. Dat vanavond dan hopelijk minder is.
was een buitenspel. Misschien een haartje. Haartje buitenspel. Oeh, ging bijna mis, ouwe. Als hij die onderbrak, dan had ik wel onderschatten dat ik wel misschien wel een probleem gehad. Ah, het is, kijk hoe traag het gaat, man. Zoveel delay. Normaal zou hij omdraaien, had hij die bal gegeven, strekkende voeten. Dat ik misschien wel een goal had daar. Nu is het echt heel moeilijk. Oh, ook oranje. Hij deed zo lang over, zag je dat? Jezus. Oh mijn god. Nee, zo kan niet zijn, man. Dat kan. Misschien wel. Ja, dat dacht ik al. Come on! Boah. Dus wat is de stress? Ik krijg altijd stress, man, als het delay is. Want ik weet, ik kan niet mijn spel spelen. Dus dan moet ik mijn andere... Of nou ja, spelen op delay, zeg maar. Dus een andere vorm van tactiek toch nog. Dus je kan minder trucjes, het gaat allemaal wat langzamer natuurlijk. Dat soort dingen. Ik heb wel een moment op tegen. Oeh. Hij kan makkelijker verdedigen. Zeg, hoe laat hij hem switchte? Er zit echt gewoon een seconde tussen nu. Ik moet uitkijken dat ik niet in ga stappen met deze delay, want ik kan hem nooit meer in. Kom maar, Neymar! Nee, ik weet hem niet. Ah, dat is zo fucked up. Ah, lekker. AI deed het gewoon, hè. Zo ziek. Als ik penalty T kreeg, had ik hem helemaal verrot gescholden waarschijnlijk, man. Maar dit is wel heel ziek. Ja, dat hij niet. Tony, man. Focus houden. Normaal, zonder delay zeg maar, komen sommige aanvallen gaan goed. Nu is het zo moeilijk. Mensen die 95 rounds hebben gedaan. Ik zou echt spijt hebben, man. Die gas komt zoveel tekort. Het is echt een groot verschil met Totti Ramos en Tots Ramos. Of nee, in ieder geval die 95 Ramos. Dat is een heel groot verschil. Vergeet niet, hij is goed hoor, Ramos. Maar die Ramos is gewoon niet goed genoeg, man. Heel eerlijk. Hoe zit je zo snel voor spelen? Uniek Scorpion. Wat ik doe is, ik gebruik L1 en ik gebruik de cursor. Dus ik weet, vaak pak ik niet meteen spellen die ik wil. Dus dan probeer ik het met L1 en soms probeer ik het met cursor. Soms, ja, soms lukt het niet. Of naar die speler toe te switchen. Dus op die manier switch ik naar de speler die ik wil heel snel.
Volgens mij is met L1 is een dichtstbijzijnde man. Of die bij de bal staat of zo, iets in die richting. Ik weet niet precies hoe het staat. En de cursor is meer handmatig. Ja, het is de L1 die dichtstbijzijnde bij de bal is. En de cursor is handmatig. Ik voel hem nu aan. Ik heb altijd, ik heb geen idee wat ik doe, totdat ik bij nadenk bij wat ik doe, zeg maar. Dus dat gebeurt nu. Oh. Ja man, ik ga zo meteen switchen naar de Xbox. Ik ga niet verder spelen op de PlayStation. Die servers zijn iets te heftig. Dit is niet eens momentum man, dit is gewoon echt servers. Dan gaan we vanavond verder op de PlayStation. Gaan we misschien wel een paar extra doen op de Xbox. Trouwens, Oblak is echt de beste keeper denk ik van het spel man, momenteel. Als je zou mogen kiezen tussen de beste keeper, denk ik dat of Totti de Gea of Oblak. Ah, groen hè. Oh, loopt elkaar aan de weg, lol. Showduikje, hoor, goed waar? Showduikje. Het is geen wel goed water. What the fuck? Wat zie ik nou weer voor animatie? Jeetje. Wat is je toeter? Ik hoor geen toeter. Hoor jullie een toeter? Het zou misschien een paar kunnen wezen. Kom maar, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Wat, hoe is dat een doeltrap, man? De buurman is de heg gaan snoeien. Oh, ik weet misschien wat je hoort. Ja, mijn pa was waarschijnlijk net mijn honden geknipt, mijn ouders. Mijn moeder, mijn vader en moeder. Misschien net de honden geknipt. Dat zou kunnen. En dan zijn ze nu aan het blazen, zeg maar, de honden. Alright. We gaan switchen naar de Xbox, man. Ik vind die servers echt shit, nu. Maar wel 14-0, dat is wat chill, ouwe. Hopelijk kunnen we deze week weer een mooie score neerzetten, of in ieder geval top 100. Ik speel ook best wel goed, die Neymar. Dat is echt niet normaal, ouwe. Ik ga je eerlijk zeggen, die gast die carried me echt. Met Lacazette op het middenveld. Hij was goed, Lacazette. Ik ben echt wel een fan van hem in FIFA, maar... Ja, Neymar is echt een heel groot verschil. Gaat dat niet gelijk. Nee? Nou, zou ik binnenkort even kijken. Goed dat je het zegt, man. Ik zou binnenkort even kijken of het gelijk loopt. Of nou ja, kan ik het gelijk laten lopen. Sowieso, als jullie aanmerkingen hebben of punten waarvan je zegt dit moet beter of dit kan je beter doen, laat me natuurlijk weten gewoon. Hè. Ik ga snel switchen. Let's make the switch, baby. Let's make it. Let's do it. Let's do the switch, 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 switch. What? Let's switch it, baby.
Ik weet waardoor ik vorige keer zo last van mijn schouder heb gekregen. Van die internetkabel eruit halen. Zo. Weet je wat grappig is eigenlijk? Wanneer Xbox gasten, ik weet niet of jullie me horen trouwens. Wanneer Xbox gasten zeggen dat ze delay hebben, dat is helemaal niks vergeleken met PlayStation. Dus wanneer ik op de Xbox speel en er is delay, merk ik vaak helemaal niks. Dat is echt zo ziek. Waarschijnlijk moet ik hem opnieuw. Hoe pakt hij hem? We need to know. We gotta know. Hij pakt hem. Heel mooi. Zo ziek, jongen. Zeg Paski toch altijd. Zo ziek. Ik gebruik zelf een BenQ. Ik kan hem helemaal op zijn kop zetten, draaien, alles wat ik wil. Dus als je liever op je kop speelt, dan kan dat ook. Ik heb trouwens een linkje ervoor. Dan weet je precies welke ik heb. Dat is een van mijn video's, had ik dat gezegd. Dan zie je precies wat voor spullen ik gebruik, zeg maar. In ieder geval, het is echt fucking warm, ouwe. Oh, dee, jullie hebben geen idee. In ieder geval, Tony Montana. Thanks voor je subie, man. Zo ziek, jongen. Kost ook een paar... Valt mee, volgens mij... 200-300? Het valt echt wel mee. Was trouwens het antwoord op Sander. Wat echt wel mee hoe duur zo'n tv is. Mensen denken altijd, weet je wel, wij geven echt duizenden euro's aan spullen uit, weet je. Maar dat is echt niet zo. Ik begon zelfs, toen ik begon met competitief spelers, speel ik echt gewoon op mijn, mijn echte tv-scherm. Die was echt gewoon ruim een meter. Dus het hoeft helemaal niet zo te zijn van. Ja, jullie snappen me. Maar het is chiller en je hebt sneller meer overzicht, zeg maar, op een BenQ. Het is voor spelers met een niet heel goed team van Wicked League. Balbezit. Heel veel balbezit. Zolang de tegenstander niet de bal hebt, kan hij ook niet scoren. Dus heb je meer kans om te winnen. Is dat goed? Ja, man. Ja, is goed. Dat is hard. Als je camera zet, ik wil weten, uitroepteken camera in de chat. Ik denk, hij zou het nooit de tweede keer verwachten dat ik dat doe, maar dus wel. Altijd de eerste port hè, van de Switch is altijd iets lastiger. Het is natuurlijk andere gameplay dan de PlayStation, gaat het sneller allemaal. Oeh, dus. Deze game is altijd gevaarlijk wat je speelt. Komt-ie, naar binnen. Croquetta. Croquetta. Paas, go. Nee, wat een redding! What the fuck? Oh mijn god, wat een redding, ouwe. 500 kijkers met dit weer, dat is echt ziek, ouwe. In ieder geval iedereen die kijkt, heel veel love, man.
Lekker balk. Michael Balk. Ik vind het echt leuk om met balk te spelen, man. Kijk, het is natuurlijk niet het beste speler in het spel, maar het is wel echt lachen om met hem te spelen. Ah! Lala! Lala. La 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 la. La 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 la. Wow, dat was voor hem was. Ik denk, waarom reageert hij niet? La 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 la. La 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 la. Balak. Balak, balak. Balak, balak. Balak, balak, balak. La la. La 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 la. Ja, loop dan door, joh, pannenkoek! Snotneus. Lekker. Taufe. Ah, ik wacht te lang. Het duurt te lang. Hij stond er al een tijdje. Want het duurt te lang. Hoi. Zo. Oh, what the fuck? Duurt te lang. Hij stond er al een tijdje. Ja, stadion uit ging hij, hè? Waar is Johnny? Ah. Het duurt te lang. Ah, boe. Glitchmeister, nou. Ja, nu wel. Nu ook glitch. Illusionist. Oui, oui. Muziek staat er zacht, muziek is zelfs uit. Nu staat hij weer aan. Zeg maar, om de zoveel minuten wordt hij onderbroken. Omdat ik dan niks doe op die pagina. En daardoor valt de muziek uit. Maar goed dat je het zegt, man. Goed dat jullie zeggen dat de muziek uitstaat. Uitvalt. Het is om een liedje te halen. Bro, ik weet het echt niet, man. Zeg je eerlijk. Elite is echt pittig om te halen, man. Het ligt eraan wat je team is. Maar het is vooral... Ja, man. Zorg alleen spelen wanneer je rustig bent, gefocust, kalm. Alleen dan moet je spelen. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Ik speel ook alleen. Dan, ik speel soms op andere tijden. Weet je, gisteren begon ik om 4 uur, vandaag ben ik om 3 uur. De reden van is, ik voelde me vandaag voelde ik me rond 1 uur al kalm. Toen dacht ik, oké, ik kan eerder beginnen, weet je wel. Ik voel me maar eerder al goed. Normaal voel ik me pas rond 4 uur, voel ik me goed, weet je wel. Dan voel ik dat ik goede focus heb, et cetera. Dus ik speel alleen wanneer ik goede focus heb. Of dat ik me kalm voel, niet geïrriteerd, dat soort dingen, weet je wel. Rustig, niet gefrustreerd. Goed gegeten, geen honger. Allemaal dat soort dingen. Het gaat echt puur
Oh, wow, 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 wow. Wikileaks is echt puur mentaal, dus het is echt puur je emotie onder controle hebben en dat je geen gekke dingen voelt. Net niet. Oh, what the fuck, man? What the fuck, man? Oh. Ja, fuck. Tony, wat is je belangrijkste tip die ik geef met veel delay en vertraging in de game? Niet spelen. Niet spelen, man. Ja, eens wat je kan doen is rustig blijven, maar ja, dat is ook meer als je normaal speelt. Ik heb wel een beetje pech deze pot nu toe, man. Zeg je eerlijk. Lekker ouwe, lekker ouwe. Goeie avond. Dat is wel lijp, high pressure opeens ofzo. Ik heb ook niet geen goede aansluiting. Zeg maar, ik heb het zeg maar die bal voorin. En de spelers, de mogelijkheden die ik heb, die zijn meteen afgeschermd. Dus dat is nu de issue. Ik moet daar onderuit zien te komen. Kom met de belen! Nee. Zie je, hij zat er zo dicht bovenop bij mij. Ik ook bij hem trouwens. Let's go! Osmanen den belen. Geen kick-off, geen kick-off. Let's go! De benen is wel echt hard, man. Ah, kut AI, man. Ik denk echt dat hij iets van high pressure aan heeft staan ofzo. Dat is zo stiekem dicht hij op mijn mannen staat de hele tijd. Oh, 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 niet instappen. Mooi. Balk, doe maar een keertje, jongen. Lekker. Yo, RT Gloria is goed, jongen.
Wow. Duurt te lang. Zit hier al een tijdje. Bam! Nou! Nu is het afgelopen. Nu is het afgelopen. Nu gaat alles mee zitten. Of net, of niet? Oh man, man, oh man, oh man. Hey Sarah. Yo, yes, alles goed jongens. Oh, wat een hel. Je hebt het altijd gewoon ongelooflijk naar. Daar maar best veel oranje. Soms zelfs rood. Nou, dat is wel een bikkelpotje dit man. Kan leuk ballen. Maar komt ook wel, hij had ook best een ziek team. Oh, kick-off. En we hebben een race. Hendo. Vind je touw fijn? Oh, goed man. Touw van zijn hart. Duurt te lang. Ik zit hier al een tijdje. Auwe, CDM, ja man. Jup. Nou, die komt helemaal niet, chill. Deze kunnen ook weg. In ieder geval, Johannes Games, thanks voor je subby man bro. Hoe stelt ze Awar? Awar ziek man, Mr. Matt. Mast, als je nog kijkt. Nou, ik snap niet, waarom zou je deze man aanvallend neerzetten? En 85 verdedigen, dat is echt een perfecte cam hoor. Of een perfecte CDM. Of CM ook. Dat is echt ziek man. Dan die mensen, niet de mensen dat zouden doen. Ik zou ook flashback Mares doen. Als je het geld hebt en je kan hem best wel goedkoop doen, zou ik het sowieso doen man. Ziet er echt hard uit die Mares. Zeker zijn afstandsschoten. Zijn afstandsschoten die, met die curve. Dat is ziek man. Zijn gouden kaartje afstandsschoten zijn al ziek hard. Kun je nagaan. Besef, dit halve team hier is gewoon untradable. Dit is untradable. Dit is untradable. Dit is nu untradable, maar dit heb ik gedaan. Mbappé is untradable. Messi is untradable. Taufin. Alleen ballen kan je verkopen. Donnarumma, Maldini en Alexandro. Zieke. Nog zo'n team hebben, dat is echt leuk. No joke. Is de Berlin spits goed? Ja, maar natuurlijk. 5 staat weakfoot, man. Let's go.
Hoeveel coins heb je nog? Op de Xbox niks meer, man. 50k. Als ik niet de spelers had gepakt die ik nu heb gepakt, dan had ik nooit dit team kunnen maken, man. Ik heb denk ik in totaal, met wat ik kan verkopen. En oké, ik ga Awar mee rekenen. De reden is omdat ik zijn SBC heb gedaan. Voor de rest heb ik geen SBC's gedaan ofzo. Dus wacht even hoor. Als het fucking compact houden. Maar in ieder geval, als ik hem zou meerekenen, heb ik zit in dit team. 1,6, 2,1. 4 mil is het team max. Wel breed gepakt hoor. Ik denk 4 miljoen max. Iedereen staat achterin bij hem houden. What the fuck? Iedereen speelt natuurlijk ziek op de counter tegenwoordig. Ziek op een keer de bus. Echt, iedereen komt ook terug de hele tijd bij hem. What the fuck? No pressure op mij. Het is echt verschrikkelijk om tegen te spelen altijd, man. Zeg maar, en als we een goed team hebben en dan zo'n parkeerde bus, dat is echt... Bleh. Ja, door de poort heen. En dan sta je 1-0 achter. Ging je zo dwars door mijn benen heen, ja. Oh jeetje. Wat een pittig potje dit, jongens. Terwijl het is helemaal niet zo goed. Het is echt puur dat die parkeerde bus staat en nu 1-0 voor staat. Oké dan, iedereen staat zo op een kluitje daar, dat is echt heel ziek hoor. Nee, ik kan niks tegen doen. Zeker niet. Zeg maar, daarom heb je nu dat die voorzet zo overpowered zijn, anders kom je er niet doorheen. Maar ja, ik kan nu geen voorzet geven. Ik ga ook met mijn hond blaffen. Want ik heb de spelers er niet voor om die voorzet te geven. Jij hebt ook Cavani, maar ja, ik kan weer geen croquetta. Zie je, er is nul pressure op mij, man. Het is alleen gewoon weglopen en hopen dat ik die bal op die manier geef. Dat is wat er nu aan de hand is. Let's go, man! Je ziet het, hè? Dat is echt ziek, hoor. Ik kan er zo zacht tegen. Ik vind, ja. Kijk, tuurlijk, ik gebruik glitches voorin, weet je wel. Maar ik heb wel zoiets van pressure, man. Pressure, weet je wel. Speel met de wil dat je die bal wil hebben.
Weet je, dat is leuk FIFA spelen, maar dit vind ik echt, ja. Dit soort potjes vind ik echt vervelend om te spelen. Ja, ook nog kick-off tegen. Oh, dit is echt verschrikkelijk. En hebben we dan kick-off mee? Zie je, AI ruimt weer de bal op. Volgens mij ben ik echt een van de weinigen die zo handmatig verdedigt. Oh, dan gaat de hele wedstrijd tijdrekken nu dus. Jammer hoor. Keeper komt vanzelf, hè? Ja, gaat hij nog? Dank je. Oh, dat is verschrikkelijk, ouwe. Alsjeblieft, ouwe man, speel gewoon normaal. Ja, rust. Psychologisch spelletje, nee man, dit is gewoon treiteren. Kom weer eruit wat hij aan het doen is. Nou, ik vind niet, zeg maar, het is meer van, ik vind het niet leuk om tegen dit soort mensen te spelen. Omdat mensen nul pressure geven, zeg maar. Zie je, ik kan gewoon doorlopen. Dat is echt ziek. Nee! Nee, 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 dat doe ik niet. Ik denk Roketta. Oh, 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 oh. Hoe kan dat? Ik kan geen kant ophouden. Let's go, man. Ik ben nu geswitcht naar 4-4-2. De reden ervan is, 1, ik kan meer druk zetten. 2, ik kan meer ruimte creëren voor hun. Want ik kon de hele tijd geen kant op. Nu kan ik ook geen kant op. Er is gewoon zoveel man achter, zo compact en zoveel man.
is ongelooflijk, man. Ik weet niet wat ik hier tegen moet doen, man. Even serieus, je ziet mij de hele game aanvallen, aanvallen. En vervolgens heb ik alleen maar dit soort shit goals tegen, man. Come on, ouwe. Bal weer te ver verschuift. Man. Ja, ik moet risico gaan nemen, man. Oh, kom op nou. Ik wil echt niet verliezen, ouwe. Niet zo vroeg tenminste. Dit is echt een shitloos dan. Oh ja, ik moet risico nemen, dus alles ligt open nu. Ja. Ja, je moet wat. Ja, dit is echt... Oh mijn god, ik kan echt niet tegen zo'n spel staan. Tegen zijn speelstijl. Het is echt verschrikkelijk om hier tegen te spelen, zeg. Ah. Zo zonde. Kijk hoeveel man er achterin staat de hele tijd, ouwe. Let's go, man. Come on. Kan nog, hè. Kan nog. Ik kan geen kant op houden, kom op nou man. Hij heeft gewoon echt de hele wereld achterin staan. Ik word er zo niet goed van. Ik kan me niet voorstellen dat mensen plezier hebben om te spelen, zeg maar, als ze zo staan. Oh nee, ik keepte hem. Oh fuck. Cavani. Let's go, man. Haha. Lekker voor hem. Geen kick-off, alsjeblieft houden. Nee, kick-off. Oh, lekker. Balak, lekker jochie. Ah, dat is toch een... Kom op man, we spelen geen balletgap. Ja, dit is fucked up man, dit is fucked up. Oh, ho, ho. Ja. Verlenging. Oh, ik mocht 7 houden. Oh, de shit, ik kom goed weg. Maar alsnog, man. Is dat niet normaal wat ik tegen speel? Kan ik dat wisselen? Ik zit te denken of Donny van den Beek voor. Nominal. Ja, voor Balk. Ja, zieke redding houden. Ja, heel eerlijk, ik heb echt heel veel geluk gehad, maar alsnog, man. Ik was ziek.
Ja. En dit is de AI, wat de AI bij mij doet, hè? Stap gewoon mis. Wow. Als op Cavani. Ah nee! Niet Lala. Cavani. Ja, hij moest in één keer doen. Let's go! Let's turn things around. Nee, 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 nee. Lekker. Ik heb net ouwe daar. Dat is beter als het niet zo staat. Speel nu rustig. Ja, kijk, Sirva, dat, weet je wat het is? Ik zou super graag rustig willen spelen, maar. Ik moet er nog veel meer op oefenen, man. Ik ben er wel goed in, maar niet zo goed, zeg maar. En ik moet nu uitkijken met deze corner. Ik kon niet switchen, ouwe. Ik kon niet switchen, dus ik wist al van, er gaat wat gebeuren. Dat is altijd zo, zeg maar. Of als de tijd doortelt, weet je wel, bij blessuretijd. Dat het veel te lang doorgaat. Of je kan niet switchen, weet je van, ja. Ik kan de shout wezen, nu ook. Fok. Ja, zie je? Dat is echt ziek, man. Kijk hoeveel corners je grap krijgt. Dat is echt ziek. Je zit er gewoon op te wachten van, ja, wanneer gaat hij scoren, man. Ziek, hè? Hoeveel corners heeft hij gehad? Hij heeft 8 hoekschoppen gehad. Ik denk net 6 of zo. 6 achter elkaar ongeveer. Slijp, ouwe. Ik kan hard zelf voor Taufe doen, maar ik vind Taufe echt hard, man. Dat is echt kut. Ik laat gewoon eventjes. Wat, hij verliest het! What the fuck? Ik had nooit verwacht dat hij die kop er wel zou verliezen. What the fuck? Rood! Ja. Fuck, man. Anders had hij gezeten. De spanning stijgt. Dat is echt puur spanning dat ik die rood aan. Oh, hij ook. Zie je? Maar was ziek dat hij daar 2 keer mist had, man. Dat was echt heel ziek.
Oh, dit is toch niet normaal, man. Hij neemt die bal aan, doet een hopje opzij en de tegenstander krijgt de bal en hij is weg. What the fuck, man. Deze game is af en toe echt verschrikkelijk, man. Wauw. Kijk maar, focus, man. Ik ben bang dat het penalty gaat worden. Kom aan. Oh, ik dacht, oh, als het die misschien het goal was. Ziek hoor. Cavani. Oh, Cavani! Oh. Cavani? Cavani? Oh. Mijn hart gek. Misschien heb ik hem nog. Nee, penalties. Wow. Ziek spannend gek. Oh my god. Ik wist dat ik moest blijven staan en toch dook ik. Oh fuck, ja man. Dit is een rip. Ik wist het. Ik weet zeg maar dat in mijn hoofd waar hij gaat schieten en toch doe ik het niet zeg maar. Wauw. Oké, ja man. Dus lullig houden. Zonde, helaas. We hebben wel goed gestreden, maar alsnog man, zijn speelstijl vond ik echt verschrikkelijk om tegen te spelen. Zonde. We moeten door. Ja, maar ik kan niet geloven dat mensen, zeg maar, plezier hebben in het spel. Kijk, weet je, ik speel echt puur voor mijn plezier op de Xbox. Weet je wel, PlayStation doe ik wat serieuzer. Xbox is echt puur voor plezier, weet je wel. En ik snap niet dat mensen het leuk vinden, zeg maar, om zo'n spelstijl te hanteren. Kan ik ook niet begrijpen. Ik vind het ook niet leuk om tegen te spelen. Maar ja, hoort erbij. Alsnog, we hebben nog steeds goede vooruitzicht voor de top 100 hoor, op de Xbox. Het zou nog steeds kunnen, zeg maar. Op de Xbox zeg maar, hoef je maar 28-2 te halen. Maar het is gewoon zonde, weet je wel. Van, ja, het had niet gehoeven, man. Het had niet gehoeven. Sowieso heb ik meer. We hoefden niet te verliezen. Zo zonde. Best wel. Ach ja. Zolang maar niet de PlayStation verliest is prima. Ah, dat is echt zonde man. Ja, ik baal wel. Ik heb wel graag gehoopt dat we dit nog even vol konden houden, zeg maar de 0. Op beide consoles. Dat is wel echt balen.
Scheids. Zie hoe ziek die touw van loopt, man. Dat is zo ziek, ouwe. Dat is zo goed. Touw is echt goed, man. Dat voor 200k of zo, zie maar, hè? Touw. Wat? Hij was een coquette, man. Ik was zeg maar altijd fan van Donnarumma in FIFA. Maar ik moet zeggen dat sommige ballen die hij doorlaat, zoals net, denk ik toch wel dat Oblak beter is dan Donnarumma, man. Want Oblak is echt heel goed. Mooi. Duurt te lang. Sta je al een tijdje. Het duurt te lang. Oh, scheids. Hallo. Ref, man. For fuck's sake. Ugh. Nou, dat potje ben ik even snel een broodje maken, man. Ik heb echt honger. Oh, wat een lekkere bal. Ja, heel slecht gespeeld trouwens. Waarom schoot ik niet gewoon, man? Keeper. Wat? Ah! Hé? Hij schoot van mij, hoe ver raak ik de fruit erop? Oké, rust. Boom! Kylian Mbappé. Ja, rust. Trouwens, ondertussen zou ik nog even subjes opnoemen. Tom van Gorg, Milan, Chris, Lars, Tijntje, Jantje,
Jason en Yuri, thanks voor de subbies. Ik denk dat ik zo meteen een paar extra potten op de Xbox ga doen. Nou, lopen. Nee, dat is niet. Daarom moet ik even een broodje maken. Dan heb ik een beetje energie in de donder. In mijn donder. Dan kunnen we een paar extra doen. Zo, dan komt hij goed weghouden. Oh. Duurt te lang. Hey! Nee, wat de? Dwars door het net, Lionel Messi. Zonde. Ik wou net die wegdraaien. Dan duurt het te lang. Ah, kip karamba. Aha. Wow. Oh, bijna. Nee. Zo. Hier zo pak je 2-1. Kom aan de bellen. Ah, jammer. Let's go. Oh, Lionel Messi. Ik speel nu op de Xbox trouwens. Nee. What the fuck? Hij loopt net een lijpe glitch, man. Eén keer bij de kick-off doet hij dat.
Maar even 5 keer kops gehad en geen enkele is gelukt. Zo, 6 keer kops natuurlijk zelfs. Oh, dat was natuurlijk maar fake shot. Zo geel getuind, oh wat erg zeg. Hoppen man, ik heb net eentje verloren man. Op de Xbox wel. Met penalties, helaas. Zo, Taufe! Partijtje ziek hoor. Zeg een partij ziek, Taufe. Koekoek! Kylian Mbappé! Ah, jammer. Hé? Wat doet hij? Hij beweegt niet meer. Hoe ga je dan? Na deze pot 13-1 op de Xbox en 14 op PlayStation. Ja, ik zeg, ja man, ik heb gewoon heel veel moeite met die speelstijl. Maar daarnaast, ik vind het zeg maar niet leuk om tegen dat soort speelstijlen te spelen. Dat is het ook gewoon. Ik vind het gewoon niet hard. Weet je, in deze stadium van FIFA speel je echt voor je plezier. Ja man, dat plezier, dat potje heb ik echt geen plezier man. Weet je, als iemand gewoon vol druk zet en of, nou ja, in ieder geval hetzelfde speelstijl hanteert als wat ik doe, ongeveer. Ja, nou, ook niet vol druk te zetten. In ieder geval normaal speelt niet zo'n parkeerde bus, dan weet je wel, een chapeau man, dan GG, maar dit vond ik echt, vind ik echt heftig. Cool, ik ga even een broodje maken. Dan gaan we verder. Ik wil nog wel een paar extra potten doen op de Xbox. Misschien dat ik ze alle 6 nog wel even speel. Want hoe laat is het nu? Het is nu 4:15. Misschien dat ik ze alle 6 nog wel even speel. En dan kunnen we vanavond lekker knallen op de PlayStation nog. Dus. Dus, ik ben met 2 seconden ben ik terug, dus even snel broodjes smeren en dan ben ik weer. Tot zo.
Oh, zijn we weer. Yo, call me. Alles goed, jongen. Is mensen goed, zeker, man. Yo, dit is alles goed, jongen. Geen verkeerde playpicks? Nee, ik mag niet klagen, man. Yo, balcontroller is goed. Ik vind de Gnabry vind ik wel oké, okay, man. Vind ik wel oké. Okay. Oh, met die verbinding ga ik niet spelen. Dankjewel, man, Kami. Maar het is toch ook gezellig om te streamen, man. Weet je, een beetje chillen, een beetje spelen. Of jullie dan kijken. Niemand wil met me spelen, man. Oh ja, nog spelen. Let's go. Man. Een schoot, hè, maar ik pak hem niet. Oh, nee. Ja, mooi. Holy fuck. Ik weet dat precies. Moment dat ik instap, weet ik al precies van, ah, dat gaat fout. Waarom stap ik in hemelsnaam daarin? Ik
Ik had geen ruimte. Oh ja, Faster Week voor, dat was ik helemaal vergeten. Soms ben ik nog een beetje ingespeeld zeg maar, op het Eredivisie team. Dan weet ik van, hij mag alleen met zijn linker schieten. Dat is een rip. Wow, holy fuck. Come on. Ja, super normaal, is goed. Ongelooflijk dat hij nog steeds de bal heeft. Ja. Yo Ruud, dat is goed. Nee. Yo Damien, dat is goed. Let's go, Lionel Messi. Oh nee, net niet. Oh, zieke goal, gek. Wat een zieke goal. Wat een zieke goal, ouwe. Het is Xbox, dit is Xbox. Waarom moet ik mezelf dubbel door hierin? Hallo. Dit was echt ziek man, deze goal. Als het geluk is, is elke goal wat je maakt in FIFA is geluk dan. Dat zou echt ziek zijn. Oh nee, blunder. Prima. Dankjewel, Luc, man. Oh, oh. Ja, mooi goal, mooi goal.
Mooi goal. Mijn kop niet eens, mijn pop. Ah. Nou, PS4 heb ik wel echt een monster team. Maar nu zou je zeggen van mijn team is echt fucking ziek nu op de Xbox ook. Weet je wel, door alles wat ik gepakt heb. Maar ik kom nog tegen veel ziekere teams van de hele tijd. Dat is echt ziek. Slecht verdedigd. Lol. Kijk, dit zijn goals. Ja, laat het lukken, man. Tuurlijk. Zo. Wat een goal, gek. Hoeveel potjes speel je vandaag in totaal? In totaal minimaal 20. Minimaal 20. Tuurlijk. Done. Deal. Nou, ik doe even een paar extra op de Xbox. Server is best wel bijna altijd wel goed op de Xbox Milan. Bijna altijd goed, echt ziek. Tijmen, Melle, Tom, Abdallah, als ik goed uitspreken. En Colin Worm, gewoon thanks voor de subbies. Oh. Het is echt moeilijk om te spelen man, met die hitte. Het is echt vet warm man, het is echt vet warm.
Heeft Balk al gescoord? Nee, Balk nog steeds niet gescoord. 15 wedstrijden droog. Morgen was niet zo goed. Heftig. Misschien dat iedereen toen speelde ofzo. Wow. Wat een team, ouwe. Wat een team. PVB, ja, ik stream ook op YouTube. Bij de Twitch en YouTube. Ik tel hem al. Oh, what the fuck? Waarom steek je zijn been niet uit? Nou. Alles is net niet de hele tijd, man. Ah, keep them. Fuck. Penalty. Lol. Had ik echt niet verwacht. Hey. Wauw. Ik was gewoon de bal, maar oké. Okay. Chill. Kylian Mbappé. Nah, bro. Doe Balk. Is Balk een goede plan te nemen? Ja, bro. Dat was te kort. Nee, dat vergeet ik niet. Kylian Mbappé. Nee, te kort. Zo zonde. Ah, Bashi.
Lekker. Oh, nee, 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 nee. Oh. Nee. Lekker. Oh, wat ziek zeg. Penalty. Ja, hij schopt me. Yo, Patrick, dat is goed, jongen. Dus Ballack. Nee, Ballack kan niet zo goed. Mbappé beter. Panenka, nee man, geen risico. Dat is weekend, hè? No risks. Je ziet aan de aanloop vaak dat het Panenka is. En kick-off! Nog geen kans tegen gehad, maar wel kick-off. En geen overtreding. Patrick, ja, gaat lekker man. Laat ik hem beter dan Mbappé. Ja, tuurlijk, maar ja. Mbappé is gewoon zekerheid voor me. Jezus. Nee. Lekker. Lekker Ballack. Net is te lang. Kom aan Ballack. Nog een keer. Sterk. En nee, ik ga een liedje zingen man. Oude opa gamen, ja zeker. Dus de derde weekend op rij, volgens mij dat ik dat doe. Dit te lang. In ieder geval, Eve Sluis en Justin Bons, thanks voor je subbies. Wat wow, zeg heet ouwe, wat de. Tevreden over Awar, ja zeker man, zeg hard. Dat zeg hard. Het is echt een goedkope tot die Modric eigenlijk. Ik speel nu op de Xbox. Dankjewel man, Siesdom. Ziek hè? Nee, maar gewoon getekend, grap. Ik sta hier al een tijdje. Duurt te lang. De eerste goal van Ballack! Oh, Michael Ballack. En dan denderen we door.
naar 15-1. Volgens is er ook nog pack. Hangt van pack af, man. Ik zou wel willen, maar hangt van pack af. Ja. Je, als je me op Instagram volgt, dan weet je het als eerste. Ik post altijd alles als eerste op Instagram. Ja, ziek, hè? Ze gaan echt als een streep, hè, Pong. Die ballen. Dat is echt ziek. Ik zal meteen even een shirtje wisselen, denk ik. Even een ander shirtje. Oh, HW Karsten. Een shirtje wisselen, iets anders dan Atlanta en iets anders dan het witte shirtje, denk ik. Gewoon even wat anders, even wat verfrissing ofzo. Dat zijn spelers die ik graag in team wil hebben. Op de Xbox, ja, ik denk genoeg Ronaldo, Gullit, Vieira, noem maar op. Oh, nou Vieira niet echt, want ik heb nu ouwe. Maar in ieder geval... Dat is de spelers. En op de PlayStation heb ik, ja, weinig. Weinig, ik heb alles eigenlijk. Let's go, Kylian Mbappé. Nee, ik stapte in met de verkeerde. Fuck. Ja. Oh ja, maar door nu ramen, dan loop ik wat te kloten ook, hoor, de hele tijd. Het is om rustig te blijven. Gewoon accepteren dat het zo is, man. Dat is het enige wat je kunt doen. Als je het accepteert dat het zo is, dan blijf je rustig, man. Als je het niet accepteert, dan blijf je gek worden. Zoals dit. Die goal van hem, kijk, was goed uitgespeeld. Ik maak zelf een domme fout, maar ja, kijk wat Donnarumma doet eigenlijk. Let's go! Oh dit! Keeper! Jongen! Johnny is nog aan toe.
Wow. Oh, kom op, man. Ah, oh, net ver. Zonde. Wow. Wat een goal. Dankjewel, Maseram. Als ik het niet goed uitspreek, moet je het altijd zeggen. Lekker balk. Moest goed uitgesproken. Ah, top man. Geetje. Natuurlijk kan ik praten, alleen ja, soms moet ik ook wel even focussen natuurlijk. Ah, yo. Scheids, dank u. Ja, echt hè, INWA. Ik snap dat ook niet, man. Sowieso Neymar, weet je wel. 98 reden, weet je wel. Ja, ik snap het niet. Ik snap niet waarom Suarez er wel bij zit. En dan Neymar niet. Maar zoals wel meer spelers, zeg maar, die er niet in zitten, die er wel in zitten. Van waarom zit hier erin? Ik denk dat EA wel de slechte, nou ja, niet zo goed heeft uitgekozen. Ik weet niet, ik ben benieuwd op basis waarvan ze het hebben uitgekozen, zeg maar. Nee, maar zit er niet in door zijn blessures. Ah. Ik dacht dat het op basis was van FIFA-kwaliteiten. Geef ze plassen.
Kom, zijn we. En door. Maar Hummels die is nu terug naar Dortmund, toch? Hey Gijs, dat is goed jongen. Die Pong, thanks voor je subie man. Thanks, Stompie. De tactieken, Emiel, mijn tactieken staan op YouTube. Daar heb ik al een filmpje van gemaakt. Moet je even kijken tussen mijn video's, zien of zelf tussen staan. Dankjewel, Inksaben. Als ik goed uitspreek. Ik vind het heel moeilijk om uit te spreken. Ja, we moeten nog even bijwerken. Ho! Ho! Oh. Wat ik wel jammer vind dit jaar is dat Harine niet zo goed is. Yo, piepen! Jezus, de computer schopt hem neer. Hè? Ik drukte geen knop in, ik stond voor hem. Nu kwam ik opeens de computer van achter, bam, op zijn enkels. Nee. Gelukkig geen penalty. Ah, man. Nee, 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 niet klitje. Oh, 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 oh. Oh, ja. Jezus. Doe niks aan houden, een beetje lopen glitchen dus. Jammer. Nee, ja ik speel veel te wild man. Nee, nee, nee. Oh, jezus, man. Die aanname. Door me heen. Zo'n gevoel dat ik momentum een beetje tegen heb momenteel. Ah, oh, ik denk schuin naar achter. Ah, oh, kom op nou. Dank je. Ah, dank je. Ah, man, 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 man. Dank je. Nu even goed. Ah, man. Ik kan geen bal overspelen. Ah, man. Hoeveel ballen gaan er wel niet fout?
Ja, ja, mag ik hem hebben? Ja, bedankt. Even eruit. Poeh. Jezus, wat heb je weer zo'n aanname, weet je wel? Denk je dat je een kans hebt? Kijk, zo'n aanname. Zo, fucked up. Let's go! Dit is echt het gekste flipperkastpoort ooit, man. Kom maar door, kom maar door, kom maar door, kom maar door. Ja, niet zo door. Zo. Oh, net niet ouwe, de hele tijd. Zo! Dat wordt een gele kaart. Oh, zo moeilijk. Al een keer twee consoles tegelijk. Ja, volgens mij wel. Maar dat was eerder dit jaar. Ik wist het, ik wist het, ik wist het, ik wist het, lekker. Nee. Nee. Hij kan alleen maar glitchen, man, deze gast. Lekker. Ah, zonder man greenhopper, maar ja, servers zijn echt shit op de PlayStation momenteel. We hebben ook wel echt zieke momentum tegen, man. Ik kom er niet meer uit. Nee, is te scherp. Ah, Marv, ja, die ken ik ook wel. Leuke kamer, man. Toen ik ook de best. Dankjewel. Ik speel echt slecht.
Wat? Oh, kom op man, je staat stil, je loopt te wachten en dan vervolgens geef je zo'n bal. Hé, jezus hé. Ik moest 3-4 keer schieten, maar zijn keeper reageerde ook niet meer. Heel ziek. Kut goal, nou ja, was gewoon... Goeie goal, alleen ik had gewoon, noem je dat? Ik had geluk, zeg maar, dat ze keeper niet reageren. Deze man wil alleen maar glitchen. Maar die aanval was goed, alleen ja, ik had geluk daarmee inderdaad. Zo. Dus ja, hè. Deze man wil echt alleen maar glitchen, de hele pot door. Ziek hoor. Terwijl als hij gewoon FIFA zou spelen, had hij nog een betere kans gehad dan alleen. Alleen maar op een glitchje. Oh, die draait nog heel slompjes. Oeh, wakku wee. Wakku wakku wakku. Ja, lekker. Ah. Aha, zonde. Ik wist het, ouwe. Ik wist wat ik ging doen. Ah, oh, nee, dat is ook wat ik ging doen. Nee, ik stap in. Ja, dat doet het goed. Boah, gelukkig dat hij niet te ver naar binnen liep, anders was de penalty geweest. Ik zet mijn tackle niet goed in. Lekker. Nee, wat een zielig balletje was dat. Lekker. Oh, ik ga druk zetten nu. Wat? Zo, hij zet een tackle. Ja, wat is dit nou weer? Hij zet een tackle in, vervolgens wordt die tackle veranderd. Ja, dit is echt... Oh... Hij gaat voorbij het spel volgens mij. Want hij past achter de keeper. Dus bij het spel. Maar alsnog, dat is zo raar. Hij zet de tackle in. Vervolgens wordt die tackle veranderd, heeft hij alsnog de bal. Voor mij bij het spel. Ja, bij het spel. Kom goed weg, maar alsnog heel raar. Wat een schot. Streng hoor, die naaibot. Ja, is hij streng?
Taufe loopt zo goed, hè. Zo ziek is dat. Nee, dat was op ouder. Die had ik door. Ha! Nee! Die deed wel heel slam trouwens. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Heel veel ruimte. Ben ik niet blij mee. Oh. Ja. Nee, haha! Wat een geluk, wat een geluk. Oh, wat een geluk. Heb ik zoveel geluk. Oh my god. Heb ik zoveel geluk. Al mijn spelers draaien heel slang. Dat betekent echt dat ik heel veel momenten tegen heb nu. Ah, dit heb ik nu. Dit vergeet ik niet meer weg. Let's go. Vind je Kvane goed? Kvane is wel oké, okay, alleen het nadeel is, hij kan geen kroketten. Spannende game, man. Yo, Julian, is goed, jongen. Yo, Mel, was goed, jongen. Kan jij zo goed zijn? Grap, ik speel echt slecht, man. Ja, ik heb er al 30 potten op zitten, inderdaad. Mark, holy shit. Ik zie het nu pas. 31, nou, doe je niet verkeerd. Doe je niet verkeerd. Het kan nog op de PlayStation, Jurin. Ja, ik wil denk ik Xbox nu even afmaken voor vandaag, 19-1. Misschien ook vanavond nog een paar extra speel op de Xbox. Als het lekker gaat. Als ik 19-1 ga, dan speel ik vanavond nog een paar extra op de Xbox. Wat was je eerste FIFA? FIFA 99, man. Dat was mijn eerste FIFA. Ik speel slecht. Ik speel niet naar behoren hoe ik normaal speel. Vind je fijner op Xbox of PlayStation? Dingen op de Xbox zijn fijner en dingen op de PlayStation zijn fijner. Weet je, PlayStation is gewoon mijn console, snap je? Alleen zoals de servers en de reactiesnelheid. De Xbox is echt veel fijner dan de PlayStation. Veel soepeler. Alleen zoals kickoffs. Is echt 10 keer zo heftig op de Xbox dan op de PlayStation. Ah, ik doe direct back, man. Ik telde hem al. Mijn bal.
Shit. Nee. Oh, heerlijk die aanname. Oh, wat? Jezus. Was niet zo bedoeld, man. Ik wou nog een kroket en dan meegeven aan Messi. Maar Messi stopte met lopen. Mijne deed geen kroketten meer volgens mij. En opeens ook zo'n hoge dieptebal. Let's go! Yo, Kino, is goed jongen. Lekker. Kino is ook niet goed. Yo, Ferdi, dat is goed, jongen. Is Kino ook niet goed? Kino is goed, toch? Dat speelt goed uit, toch? Of is het geen Kino? Let's go! Was niet de bedoeling, trouwens. Wel fijn, niet de bedoeling. Nee, het is Keanu. Oh, sorry bro. Ik vergeet het steeds, man. Het is echt moeilijk. Keanu. Dankjewel, Lucas. Oh, hey, Reno. Dat deed hij mooi. Ja, dat deed hij mooi. Ziek ouwe. Ik was Isa volgens mij. Ik was Iso en de computer neemt een signing op hem. Oh, goede redding. Keanu, dit is Xbox. Oh. Nee. Oh, lekker doen in de ramen. Vind je van het Ultimate Tots? Ik had het beter verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik had het echt beter verwacht. Kijk, Maldini, we gaan wel op Maldini kijken of het werkt. Oh, het werkt, what the fuck? Maldini! Dat is leuk geweest. Oh, goeie. What the fuck? Yo, Adam. Moet ik een eigen tos krijgen? Zou ziek zijn, hè? Als ik mijn eigen kaartje in FIFA zou krijgen. Zo, hij glitst hem. Heel mooi. Ik moet even de eerste helft uitzetten, want het voelt niet goed aan nu. Bam.
Ik zei nog zo, ik moet de eerste helft uitzetten, want het voelt niet goed aan nu. En vervolgens scoort hij. En dan weet je, ja. Zonde. PSV is veel beter, man. Oh, trouwens, ik speel voor het eerst thuis. Dus de eerste pot in hoeveel games? In 32 games dat ik thuis speel. Wat? Hij stapt over die bal heen. Ja, ik had toch geklikt bij Mbappé trouwens. Uit paniek. Zo'n rare bal. Het voelt echt aan alsof hij 2-2 moet maken ofzo, man. Zo voelt het momenteel aan voor mij. Of nee, zo voelen mijn spelers aan. Oeh. What the fuck? Nee. Lekker. Een zieke zit, hè? Ik kan niet zuiver meer spelen. Ga je. Lekker pik. Dan ga je op de Brommer. Op die Arne Brommer. Oh. Oh. What the fuck? Galactic voetbal, jongens. What the fuck? Als iedereen ging zieken, holy fuck. Ja, een beetje lucky. Taufin! Taufin is echt hard, man. Hij zit altijd op de goede plek. Hij loopt heel ziek. Ik vind hem echt hard. Zoals ik al zei, elk jaar is hij gewoon knijter dat ik daar vind. Ah, ik kon proberen. Ik wist dat ik tekort zou komen met Mbappé namelijk. Heb ik? Nee, heb ik niet. Ik denk ik ben op tijd. Ik schakel dan aan. Maldini in spits? Nee, joh, Sam. Nee! Oh, lekker keeper.
Lekker. Dan gaan we, de brommer. Hebben we de bal nog? Oh, ik dacht even dat we hem kwijt waren. Ik was bang dat hij die actie niet deed. Ik deed hem heel zacht, die actie. Oh, dat scheelt niks. Lekker houden. Ja, goeie goal. Oh, spannend te houden nu. Hij geeft niet. Ja, was zo. Ah, wat is dit nou weer, man? Dus Griezmann. Griezmann zou ook wel een goede spits zijn, trouwens. Ook weer gewild. Oh. Nee. Blendertje van Tony. Oh nee. Nee. Ja. Oh, wat een geluk. Zo, wat een geluk zeg. Jezus, wat een geluk. Ik dacht, nee. Ga ik het in gewoon 10 minuten tijd, gewoon 5 minuten tijd weggeven? Dat zou echt fucked up zijn, man. Kijk, natuurlijk snap ik het wel als het zou gebeuren, weet je. Dat is heel moeilijk om zo lang je focus vast te houden, maar alsnog, man. Ik kan toch wel even die paar minuten die bal vasthouden ofzo. Shit, hij heeft laatste aanval, is niet best. Het leek wel eens even of hij momentum tegen had. Huppakee. Weg. Boom. Lekker, man. Hoe is de schort van Brand? Ik heb geen idee, man. Tony 16-3, goed. Zeker, man. Zeker. Het zou mooi zijn als je nog Elite 2, Elite 3 kan halen, man. Als je maar Elite haalt, weet je wel. Voor het pakketje. Dankjewel, Helman. Dankjewel voor je subby, man. Ik ga even nog wat water in mijn gezicht gooien. Dan doe ik er nog even eentje.
het is, weet je hoe goed 19-1 zou zijn, hè? 19-1 op de Xbox is gewoon echt goed, hè? 19-1 op de Xbox is echt goed. We hebben geen boze berichtjes, van ook op. Weet je, 28-2 is gewoon op de top, is gewoon top 100 op de Xbox. Hè. Dus 19-1. Dat zou echt super chill zijn als we het halen nu, man. Hij is geen muziek. Thanks voor het zeggen. Hij is wel muziek. Oh nee, hij is geen muziek inderdaad. Jawel. Right, let's go. Niet te lang. Ja, even de verbinding. Vet shirt. Dankjewel. Maakt niet uit, thuis of uit, niemand wil met me spelen, lijkt wel. Yo, Gijs, hoe is het, jongen? Team of the Season, MVP beter dan Team of the Year? Nee, man. Team of the Year heeft betere statistieken. Oh shit, dit is een pro, ouwe. Dit is een pro. Fuck. Ik kom nu ook echt tegen een pro houden meteen. Oh, fuck. Er was een balk, hè? Kijk hoe ver weg balk staat. En waar met. Ja, dit is flitsiek. Waar Messi staat. Ziek, ouwe. Lekker Donnarumma. Ah.
Oh, wat is dit nou weer? Ik had er gewoon moeten schieten. Ja, sicko. Ik kwam er drie keer niet bij. Mijn spel reageerde echt super raar. Echt alsof hij in een soort vertraging zat of zo. Maar ja, een beetje unlucky. Jezus, man. Ja, dit is ziek, ouwe. Dit is echt zoveel pech hebben. Je ziet hoe die er doorheen komt, man. Dit is zoveel pech hebben, is dat. Vervolgens direct back naar achter, waarbij ik tackle druk. Vervolgens nog door mijn benen. Dat is echt pech hebben. Maar ja. Nee, ik doe een kroket aan, man. Ik doe hem geen schaar. Oh, oh, oh. Oh, dit is echt... Ik heb echt pech, man, deze game. Zo zonde. Geflatteerd, ouwe. Wat een pech. Ah.
Ah, oh, kom op nou, dat slaat echt helemaal nergens op. Let's go! Nee, what the fuck? Nee, niet op deze manier. Ah, top. Oh, zo'n geluk nu. Kom aan. Corner. Hey Jasper. Ja man, speel tegen een pro nu. Echt. Sigurd. Iso is wel oké, man. Iso is wel oké. Ziek hoor. Is voor hem? Nee, doe normaal man. Ja, maar je doet niks aan ouwe. Zie hoe Maldini wordt ingehaald. Ja, dat is echt belachelijk hoe Maldini wordt ingehaald daar ouwe. Dat is echt ziek. Dat is echt ziek. Ik weet niet wat ik zeg. Jovic? Hoeveel heeft hij sprint ouwe? Dat slaat echt nergens op hoe die werd ingehaald.
Hij werd, maar, werd ook zo werd ingehaald alsof. Alsof hij stil stond of zo, man. Alsof hij gewoon stil stond qua rennen. Ik weet niet, ouwe, dit is wel echt lijp. Ja, dat is echt lijp, man. Dat is echt lijp. Oh. Ik heb nog nooit zo'n sprint gezien van Jovi, zo. Zeg je eerlijk. Man, what the fuck? Wat zie ik? What the fuck zie ik? Ja. Unlucky. Jammer, man. Oh, ik weet echt niet wat ik zie, man. Nou, dit hoeft er echt niet te verliezen, man. Dit is echt ziek. Dit is echt ziek. Dit hoeft er echt niet te verliezen. Dit ook, ik speel hem naar de spits toe. Ja, fucked up, man. Dit hoeft er echt niet te verliezen. Jammer, ouwe. Ja, weet ik, Patrick, maar ja. Dit hoeven we echt niet te verliezen, man. Echt no joke. Dit is echt zonde. Iedereen blijft bij me achterhangen, ja, maar ik ben de Sjaak. Hij gaat toch wel ijs spelen. Ik kom niet voorin. Oh, dit hoeft dus zo erg niet te verliezen, gap. Dit is echt zo ziek. Oh mijn god, man. Ziek, ouwe. Oh, dit hoeft echt niet te verliezen, hoor. Maar hier ook, ik krijg zoveel goals tegen op de Xbox dat door mijn benen heen gaat. Hier verdedig ik hem al, houd in en vervolgens schiet hij door mijn benen erin. Maar ik moet wel echt zeggen, man, PS4 spelers zijn wel echt veel beter dan Xbox spelers, man. Echt veel beter. Er zit wel echt veel verschil in. Ik heb echt aardig wat Xbox Pro's gespeeld nu. Maar PS4 spelers zijn echt veel beter. Ik kon dit niet zitten, ouwe. Ja,
Jammer man. Jammer. In ieder geval, ik ben vanavond ben ik weer live met PlayStation. En misschien dan ga ik vanavond wel Xbox afmaken, om het even kijken. In ieder geval, ik ga zo een PlayStation doen. En hopelijk kunnen we daar wel 20-0 op halen. En dan... Ja, prima. In ieder geval, thanks voor het kijken. En tot vanavond. Dus, oh, ik heb nu gewoon serieus ook, wat is het? 14 potten, nee meer. Nee, 14 potten gespeeld, ja. 14. Maar dus, helaas ben ik as. We hebben nog steeds kans op top 100 met skill rating, hoop ik. Also, maar we moeten alles winnen. In ieder geval hopelijk op Elite 1, minimaal. Dus. Maar we gaan eerst vanavond PlayStation afmaken. In ieder geval, thanks voor het kijken. Lekker avond eten. En tot straks. Joejoe.